Welkom, leuk dat je kijkt hier op een nieuw video item hier op gamerset.nl. Het is de dag waarop we hebben gewacht. We gaan de Xbox Series X in actie laten zien. Dan heb ik het niet over de unboxing, die hebben we natuurlijk al gedaan. Link staat in de beschrijving. We mogen nu ook de inhoud laten zien van het apparaat. En ik zal even mijn telefoon pakken en hem even laten zien hier zo. Kijk, hier staat hij prachtig te shinen. En we gaan gewoon lekker kijken wat ik er allemaal op heb gezet. Wat ik allemaal afgelopen week heb mogen gamen. En hoe de inhoud van de Series X eruit ziet. Die is overigens best wel hetzelfde als de Xbox One X en de Xbox One op dit moment. Want ze hebben onlangs een update doorgevoerd. Waardoor eigenlijk het besturingssysteem op alle Xbox systemen helemaal hetzelfde is. Dus daar niet zo heel veel verschil in. Maar we gaan wel wat features gaan we laten zien. Overigens leuk kan ik nu niet laten zien wat ik neem op via mijn mobiel. Maar de Xbox app is ook geüpdate. Waardoor je Xbox Series X kunt aansturen via de Xbox app. Je kunt games opstarten, je kunt games installeren, je kunt browsen. Je kunt eigenlijk van alles doen, alles op afstand. Maar laten we gewoon laten zien hoe de Xbox Series X hier opstart. Ik ga hem over 3, 2, 1. Gelijk is hetzelfde natuurlijk. En daar is hij. Nou, dit was echt heel snel, of niet? Je ziet dat hij een aantal dingen aan het installeren is. En ik heb al een aantal dingen geïnstalleerd staan. Ik heb hier de Xbox Series X controller trouwens. Hij voelt iets lichter dan de Xbox One controller. Hij heeft ook ribs for your pleasure. Hij is geribbeld waardoor je hem lekker makkelijk vast kan houden. En hij heeft natuurlijk een extra knop in de midden en dat is de share knop. Vet ding. En er zijn een aantal functies die deze nieuwe Xbox natuurlijk heeft. En dat is natuurlijk, het leunt enorm zwaar op Xbox Game Pass. Dat is natuurlijk voor Microsoft het belangrijkste ongeveer. Waar je straks ook je games op speelt, maakt ze niet echt uit als je maar zo'n mooi abonnementje neemt. Want dan heb je gelijk toegang tot heel veel games. Dus ik dacht, laten wij gewoon even kijken wat voor games en apps ik heb. Nou, deze kan ik nog niet spelen. Er zijn een aantal staan er wel al op, maar die zijn nog niet die zijn nog niet live. Watch Dogs Legion is daar een voorbeeld van. Dus laten we maar gewoon even kijken hoe snel alles werkt en hoe alles gaat. En hoe het werkt qua videogames. Ori and the Blind Forest, Definitive Edition, zit natuurlijk in de Game Pass. En ik laat jullie gewoon lekker zien hoe snel alles laat en hoe het allemaal werkt. En dan kunnen jullie zelf daar een oordeel voor vellen. Ori and the Blind Forest is natuurlijk een geweldige game. Ik ben hem nu pas aan het spelen en ik kom er nu pas achter hoe geweldige game het is. Tom heeft altijd al tegen me gezegd, dit is zo'n vette game, ga die spelen. Ik heb hem nooit geloofd en nu heb ik hem gespeeld. En ik vind het echt fantastisch. Oh, ik moet ingedrukt worden. Maar goed, jullie zijn er niet om mij te zien gamen, want dat is altijd falen bij mij. Laten we gewoon even een andere game opstarten, kijken hoe dat werkt. We gaan naar Gears 5. Nou, je ziet gelijk rechtsboven in het scherm zie je Quick Resume staan. Dat betekent dat we nu verder gaan naar waar ik was. Dus ik start de game gewoon op. Ik heb de game ook helemaal nog niet gespeeld. Dus hier checken we de laadtijden van Gears 5. Hoe hard het gaat. Of niet, mag je zelf oordelen. Kunnen we dit? Ah, dankjewel. Hoppata. Ik moet wel zeggen, het beeldscherm waar ik het opneem is 1080p. Dat is handiger voor deze video maken, want anders wordt het allemaal heel erg groot. Nou, dit was Gears. Laten we even naar een andere gaan. Ik heb er hier nog één staan. Ik was namelijk ook bezig met Halo 5. Quick Resume staat rechtsboven. Halo 5 is trouwens wel, nu ik hem weer speel, echt een vet game. En nu zitten we rechtstreeks al in de actie in Halo 5. En als je nu terug wil naar Ori, dan gaan we weer terug naar Ori. Doet hij quick resume. Resume. Dan laat hij de game. En voilà. Ja, ik vind dit heel erg leuk om te blijven doen hoor, want ik vind het best wel vet hoeveel games je in één keer kan opstarten. Er staan er dus nu 3 aan. Ik heb hier nog een 2-point hospital staan. Die moet je wel even opnieuw opstarten, want mijn Xbox is ondertussen een keer uit geweest. Maar dit is natuurlijk niet zo'n hele grote game. Maar het is wel leuk om even te laten zien hoe snel het allemaal kan switchen onderling. 2-point hospital trouwens, pro tip. Wat een vette game is dat. Het is de oude theme hospital van dezelfde makers. Ik ga jullie straks overigens nog meer laten zien hoor, van de Xbox, wat er allemaal aan features in zitten.
Yay, ik was al bezig met Toepenhospital. Continue. Ik heb al wat leuke ziekenhuisjes gebouwd. Ja, gewoon met een controle te besturen. En dat werkt eigenlijk best wel prima. Overigens hebben wij deze Xbox nu 2 weken in huis. Het was in het begin een beetje wachten op de games die het zouden doen. Want in het begin was nog niet alles zeg maar, optimaliseerd voor de Xbox Series X. Sterker nog, een van de eerste games die wel geoptimaliseerd was voor de Xbox Series X was deze game, Two Point Hospital. Dus ik dacht, oh my god, dan gaan we die spelen. Hij is Dirt 5 nog aan het installeren, zie ik. Zullen we even terug gaan naar Halo 5? Quick resume. En dan zitten we weer in actie. Kijk, dit is natuurlijk wel heel fijn, hè? Overigens, over de controller. Hij is echt bijna identiek aan de voorcontroller. Ligt iets lekker in de hand vanwege die ribbeltjes. En vanwege, ja, op een of andere manier is dit hier even iets duidelijke curve, waardoor hij iets lekker in je handen ligt. En de feedback, de rumble is iets steviger. Misschien was dat ook al wel zo in de Pro-controller, dat weet ik niet zeker, want ik heb geen Pro-controller gehad. Maar, granaatjes. Terug naar Gears. Nog één keertje, laten we het even zien. Kijk hoor, mijn games en apps. Wordt ondertussen lekker beschoten, zie ik. En Gears. Quick resume. Nou, nu heb je een beetje een idee van de laadtijden van die Xbox Series X. Overigens, hij doet natuurlijk enorm. Hij is enorm stil, maar hij maakt wel constant. Is hij heel erg aan het koelen. Dat is echt heel erg leuk als je hem aan de top hebt, bovenkant hebt en je legt de hand erop, dan komt er gewoon ijskoude lucht uit. Dus en dat is natuurlijk een van de dingen van de nieuwe generatie consoles, dat ze niet meer zo oververhit raken als mijn huidige Xbox One en PlayStation 4, die als die zware games draait, wel af en toe zoiets heeft van, oh my god, dit is me te heftig. Goed. We gaan eventjes naar de rest van het menu. Oh, ondertussen komt mijn kat op mijn schoot. Hallo Lenny. Hallo. Hallo. Tja, die vindt het heel gezellig dat ik thuis werk. Die is de grote winnaar van de crisis. Even kijken hoor. Zo. We gaan even terug naar het home menu. Kunnen jullie ook een beetje zien wat dat is. We hebben natuurlijk een Gamers at Club. We hebben natuurlijk Tom Kouwenberg die altijd fanatiek is met Sea of Thieves. De Game Pass. Onwijs belangrijk speerpunt voor Microsoft. Er zit ook enorm veel vette games in. Dus we hebben hier de store. En natuurlijk is alles backwards compatible. Dus al je oude Xbox One games die kunnen er ook in. We hebben hier events. Deze was een paar dagen geleden nog in beta. Ik zie dat die nu wel echt is. Dat beta eraf is. Ja, dan kunnen game publishers nieuwe events organiseren of zoiets? Geen idee. Ik kan er nog niet op klikken. Het is ook allemaal nog niet uit, hè? Dus. Ik ga nu wel naar events. Back in Black Challenge. Oké. Okay. Oh, dan kun je hiervoor aanmelden. I'm interested, sure. Ik vind het hartstikke leuk. Dus nu ben ik nummer 85 die interested is, waarschijnlijk. Grappig. Je hebt hier de community, mijn vriendjes die online zijn. Daar zijn ze. De pins die komen terug natuurlijk. Van vroeger, van de vorige Xbox. Maar goed, ik weet niet zo goed waarom hier Star Wars Battlefront 2 staat. Is dat het beste wat ik heb bereikt in mijn leven? En ik wil wel suggestions zien, kom op. Wat Avengers het al? Oh, want ik dacht die krijgt een update in 2021 dat die ook naar 4K en zo wordt gehaald. Maar dit is niet. Dit is de oude versie. Vet hoor. Ik heb hem nog niet gespeeld op Xbox, dus er gaan allemaal dingen gevraagd worden waarschijnlijk aan mij. Zullen we eens even teruggaan naar Halo?
Dit vind ik, dit de vetste feature van het hele apparaat. Dat je gewoon in één keer kan switchen van de ene naar de andere game. Oh, ik was natuurlijk doodgeschoten door een sniper. Dat zat er natuurlijk aan te komen. Nou goed, dit is een beetje de inhoud van de Xbox Series X. Als je er nog vragen over hebt, ik ga natuurlijk, er is ook een uitgebreid artikel onderweg. De uitgebreide review. Mocht je er nog vragen over hebben, stel ze gerust hieronder. Dan kan ik op onderzoek gaan. Er zijn een aantal games niet speelbaar die wel vanaf launch van de console speelbaar zijn. Dus ik moet het nog een beetje doen met last gen games. Maar straks als natuurlijk Assassin's Creed Valhalla verschijnt en als Watch Dogs officieel voor de Xbox Series X verschenen is, dan gaan we natuurlijk ook even aandacht besteden aan hoe die games eruit zien op de Xbox One X ten opzichte van de Xbox Series X. Want ik heb natuurlijk van beide versies heb ik de game, want het is allemaal nog backward compatible. Dus we gaan dat gewoon zien. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, als je vragen hebt, laat ze hieronder achter. En dit is ons eerste kijkje in de Xbox Series X. En ik laat hem maar even één keer zien. Kijk, is het een mooi torentje. Oh, controle gaat een keer. En de kat. Hey kat, wat vind jij ervan?